We zijn weer terug met een bakkie. <laughs> een bakkie met Benning Ermbergsma. Een vers bakkie op deze vrijdag 12 mei. En um, ja, welkom. Vergeet niet te liken en te delen. Uh, en te abonneren op het kanaal. Dat helpt ons heel erg voor de zichtbaarheid. Uh, zodat wij groter kunnen worden en kunnen groeien. En dat kunnen we natuurlijk ook als jullie allemaal massaal liefst een donatie doen. Uh, we willen heel graag uh, naar de 300 petjes. Ja, Jan, dat uh, is een mijlpaal. We zitten nu al bijna 100. Dat, uh, je kunt hieronder dus een uh, petje afdoen. Vanaf 5 euro wordt je bakkie buddy, bakkie baas of bakkie beest. Je kunt ook een eenmalige donatie doen natuurlijk uh, via YDonate. En verder uh, blijven wij gewoon uh, ja, gratis te zien natuurlijk. Want we willen graag dat iedereen kan kijken. Maar kun je iets missen, doe dan alsjeblieft een donatie. En dan uh, voelen wij ons ook uh, ja, gewaardeerd en in het zonnetje gezet. Dat mag ook, toch? Dan weten we ook dat, het leuk, dat jullie het leuk vinden. Dus, uh, en uh, blijf ook vooral inderdaad DM's sturen en mailtjes sturen met tips voor uh, onderwerpen. Uh, we gaan het over een aantal leuke dingen hebben. En ja, wat, wat stemmiger nieuws ook. En misschien ook wat gewoon echt minder leuke dingen. Maar we gaan ook weer een mooie culture corner doen. Uh, we gaan met leuk beginnen denk ik. Tucker Carlsen uh, gaat een show doen op Twitter. Uh, we gaan het even hebben over de... Uh, de, de, de trollenontwijking van, MPO, van de NPO op, op Twitter. Dat zijn dingetjes waar jij deze week een beetje in hebt gezeten. Dus dat mag je mij helemaal gaan vertellen. Dan willen we het even hebben over de, de volle broek. De volle broek van Johan Vollebroek. Nadat hij <laughs> met mij in een Engels programma zat deze week. op TRT Online. Een Engels showprogramma. Dat programma heette de Roundtable. Het is een. Turks programma geloof ik, van oorsprong. Weet ik niet, uh, maar daar mocht ik dus uh, te gast komen. Dat heb ik gedaan. Daar gaan we jullie een aantal dingetjes van laten zien. Het was erg vermakelijk. Uh, kunnen we ook even analyseren. Uh, en ja, trouwens, ik, ik wilde helemaal niet in het programma, hè? maar dat moest van jou Jan. Dus... <laughs> maar ik ben achteraf wel blij, want het levert alweer mooie beelden op. Dat ja, dan, cool. wat, dan wat stemmiger nieuws, inderdaad. Dus uh, de oorlog natuurlijk uh, tussen uh, Rusland en Oekraïne. We gaan het niet over de oorlog hebben, maar we gaan het wel even over Remembrance Day hebben, de speech van Poetin. Um, ja, de, de, wat heeft hij gezegd en wat waren de reacties daarop? Nou, onder andere, dus het optreden van Benny Jolink. We begonnen er al meteen het even over te kletsen voordat we live gingen. Maar uh, ja, het, 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 het contrast, hè, het contrast uh, kan niet groter zijn tussen het infantiele Westen en toch wel het wat in um, uh, wat meer de realiteit gewortelde uh, Russische wereld. Kun, kan ik dat zo stellen? Ja, vooral ja. de veel eervollere Eer, ja. approach van de. Mm. Mensen die aan de touwtjes trekken. Ja, maar wij hoeven geen eer te hebben, Jan, want wij hebben gewoon gelijk in het Westen. We hebben de, de rules-based order, weet je nog? Zo en, we is hebben, het hebben, precies. Um, en we gaan het hebben over een boek wat ik lang geleden al eigenlijk heb gelezen en gelukkig jij nu ook, uh, van Scott Peck, een psychiater. Uh, dat heet The People of the Lie. En um, heel toepasselijk voor een aantal dingen die we gaan bespreken. Dus daar gaan we mee afsluiten. Um, en dan nog even tussendoor het draadje van Mark van der Vecht. Zouden we eigenlijk vorige week ja. ook al doen. Jij wil oh. natuurlijk gewoon even beginnen met, die, uh, met, 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 uh, met Tucker Carlsen, denk ik. Want... Tucker Carlson? Ja. ja. Nou ja, goed. Tucker gaat dus inderdaad naar Twitter. En ja. uh, er was volgens mij, ik heb een heleboel pundits gehoord... en een heleboel mensen gehoord. Mm -hmm. Maar ik weet dat eigenroom stinkt, maar volgens mij was ik de enige die het goed had. Ik heb ja. niemand anders gehoord. Als ik het snel kan vinden, zal ik het even laten horen. Maar ik bedoel, wij, 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 jij had uh, inderdaad gezien dat hij bij, uh, bij, bij uh, Elon Musk op bezoek was geweest. En hij zei van ja, hij gaat natuurlijk dat gewoon met hem samen doen. Uh, iets die afspreken. Heeft, die heeft een offer gekregen, you ja. couldn't refuse. Van uh, ja. gooi, je hebt een afkoopsom van 20 miljoen. Mm. Uh, ja. Je bent ongelukkig, maar 20, 20 miljoen interesseert mij geen reet. Want ik ben meer dan een mens. Dus kom maar bij mij. Dus dan komt alles goed. Mm. Ik denk dat het zoiets is. Vinden wij dit, goed, vinden wij dit een, goeie, een goeie, goed teken? Een goede ontwikkeling? Geeft dit jouw vertrouwen dat Twitter inderdaad... dat bastion van het vrije woord aan het worden is? Nou, het is natuurlijk wel zo dat... Um... Wat je nu ook bij de, met de banken ziet, is dus die consolidatie op vijf, zes, zeven partijen in plaats van duizend. Uh, ja. ja, je wordt natuurlijk wel gecoraald. Dus dat, dat hele, daarom is het ook goed dat wij er zijn met ons, uh, met ons kanaaltje. Maar ook uh, andere uh, uitingsvormen, zoals uh, wat Jan Roos doet met, uh, met rolpraat. En, ja. en, en dat er steeds meer alternatieve geluiden komen. Want aan de ene kant vind ik het fantastisch dat Tucker nu, Vrij uit kan spreken. Uh, bij uh, Twitter. Aan de andere kant, ja, als alle grote vrije geluiden in één koraal worden gedreven, ja, dan is er maar één knop nodig om alles weer uit te zetten. Eet. Dus, dus ja. ik heb zoiets van ja, laat je niet in slaapzussen. Uh, ja. We hebben het al vaker over Elon gehad. Elon is een hele, Elon Musk is een hele bijzondere man. Ik denk ook dat, dat het meer is dan een man, maar goed. Uh, maar of hij goed of slecht of allebei is, ik ben er niet uit. Ik ben, ik ben er blij mee zolang, het, zolang hij goed is. Maar ja. het kan ook van de ene dag op de andere omslaan. Ja, dus ik ben met je eens. Die versplintering, uh, hoewel er ook nadelen aan zitten natuurlijk, is gewoon wel heel belangrijk. Ja. Om versplintering te houden binnen de kritische, het kritische deel van de wereldbevolking. die dus inderdaad ook programma's maken. En zich, en zich uiten via YouTube of via Twitter of wat dan ook. Zodat ze niet inderdaad met één druk op de knop het kunnen uitzetten, maar dat ze dus. Ja, nou ja, je snapt. Het. Dat, dat wordt dan lastiger. Uh, dat volgt trouwens ook een beetje op wat ik uh, Lindsey laatst uh, weer hoorde zeggen, James Lindsey, van um, hoe we dit gaan winnen hè, van de, van de neocommunisten en de globalisten. En um, ik dacht dat hij een ingewikkelder verhaal zou houden, maar hij zei gewoon, ja, je, we moeten gewoon met die 20% niet mee blijven doen. Zeg maar. of niet ja. mee blijven, dus, dus als je al niet meedeed, zeg maar, dat ook blijven doen. Dat is eigenlijk het enige. Dus niet meegaan. Uh, op, op, in al die verhalen. Niet, um, niet die QR-codes. De QR-passen voor, voor COVID. Of, de, dat gewoon niet blijven doen. En, en dus ook op online je gewoon blijven uitspreken. Ja, en ook. Want je kunt niet iedereen, iedereen censureren. En ook discipline hebben. En bijvoorbeeld het, uh, het Songfestival niet kijken. Tenzij je analist bent en gewoon. Uh, de, de, ja, de, de afgrijzelijkheid daarvan wil mm. doorgronden. Maar als je het gewoon ziet als ambusie, Als je dit ja. gewoon nog steeds ziet als amusement, ben je onderdeel ja. van het probleem. Echt, hè? Dus, Echt. Uh, dus gewoon, niet, niet meer, gewoon niet meer voor de lol kijken, zoiets. Dit is namelijk mm. een hoogmis van Satan. En gewoon niet, niet, meer, niet meer doen. Gewoon niet meer aan meedoen. Jezelf niet meer mee besmeuren. Het is alsof je jezelf mm. insmet met een drolnaam. Gewoon... Uh... Ja, zelfs dus als je een Zelfs als je een schild hebt daarvoor, als je ziet wat het is, als je het kan filteren door, dat, door, dat, door die laag van bewustzijn, hè? dus van dit is, een, dit is niet entertaining, maar dit is gek. Of dit is een, hier zitten allerlei uh, propaganda- en, en uh, mind-control-dingetjes in en zo. Dan nog, want dat is het gevaar van het kwaad, denk ik. Je krijgt er toch iets van binnen. Merk ja. ik altijd. Net zoals dat je in aanwezigheid bent van mensen die slecht zijn. Dan voel je een bepaalde vibratie. Of misschien juist een gebrek daaraan. Dat weet ik niet precies. Maar je voelt een bepaalde slechte energie bijvoorbeeld bij mensen. En als je dan na een uur weggaat. Dan, 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 dan kun je dan helemaal, soort van, helemaal uitge, uitgeput zijn. Snap je? En dat heeft dan niks te maken met dat er, dat er ruzie is geweest. Of een, of een hele nare confrontatie. Of wat ook. Maar dat, dat, dat het gewoon een... De nabijheid eigenlijk van die beelden op de tv of van die bepaalde mensen in het echt je ook uh, verzwakken, denk ik. Ik denk ja. dat, dat, dat we zo naar uh, die, 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 dat kwaad moeten kijken. Ja, het is. Het is gewoon de gevoelsdialectiek. Dus het is gewoon mm -hmm. waar Marx zich op baseert en Hegel zich op baseert. Het is het gevoel stellen tegenover de realiteit en daar een middending midden in, in proberen te vinden. Dus op het moment dat jij gewoon jouw gevoel leent aan zo'n programma als uh, het Eurovisie Songfestival, uh, dan schuif je op, automatisch schuif je op, yeah. op een klein stukje schuif je op. Uh, richting de hel. Vijf jaar geleden stonden gewoon uh, de Hells Angels voor je flat op het moment dat jij uh, gep gepakt was met een, uh, met een, met een, met een pornoplaatje op je, op je computer. En tegenwoordig is het gewoon van ja, wat wil je nou? One love, weet je wel, leven de pedofielen. Mm. Behalve natuurlijk, als je in elkaar bent geslagen op het uh, Belmerstation, dan, dan niet natuurlijk. Dan... <laughs> maar goed, ik bedoel, het is gewoon allemaal zo'n. Het is zo dat kanszienig. is een raar verhaal geworden. Zullen we daar heel even kort? Want anders het ja, we weer goed. helemaal uit, uit, ja. ons, uit, ons, uit ons script. Um, ja. Ik schreef een kort raadje over, uh, of nee, uh, gewoon een kort uh, berichtje over dat, uh, dit is, dit, dat dit is wat er gebeurt als je als de rechtsstaat dus in verval is, of eigenlijk gewoon een heel land in verval is. Geen vertrouwen meer is in de rechterlijke macht. Want dit is ja. natuurlijk een trial, trial by media. Of nog, be, of nog erger, trial by social media, trial by the mad public. Um, uh, Want wat nu krijgen we dus allerlei een nieuwe context toegevoegd bij die Belmerzaak, bij die waarbij waar niemand kan dat controleren. Er zou dan een, een minderjarige zijn gezoend of zo. En daarom was er een reactie. Ja, weet je, dit, 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 kan, dit is natuurlijk onhoudbaar iets. Hier kun je natuurlijk um, als, als boze burger of als verontwaardigde als, als linkse deugdmens of wat dan ook helemaal niet met elkaar uitkomen. Dit is verschrikkelijk. Ik, ik, ik kan het, ja. Ja, ik kan het gewoon het, niet, niet aanzien, uh, eerlijk het, gezegd. Het, het, het ruikt heel erg naar paniek, die reactie. Overigens, ja. had, gisteren had ik uh, Weird Ducks een uh, podcast geluisterd. Die begon ja. tot mijn grote schrik. begon die ook gewoon van: ja, maar die man was misschien wel slecht. En misschien was die, man, die andere man in Pijnakker, die door die, door die, door ja. die drie uh, uh, hyena's werd belaagd. Ja, ja misschien, misschien heeft hij ook wel iets gedaan misschien. en zo. Ik heb echt zoiets van nou, uh, Man the fuck up man. Wat ben je nou voor wat ben, je, waar ben je nou mee bezig? Maar, goed, uh, dus... maar dit is, snap je mijn punt? Oh. Dit, is, dit is dus echt. Dit zou dus in een goed, werkende, een goed werkend rechtssysteem. Ja. Zou dit dus tot een ver, opsporing en een vervolging moeten leiden. En dan en tot een uh, van overheidswegen natuurlijk uitgeoefende uh, vergeldingsactie. Inmiddels yeah, ja. van een hoge straf. Ja. Daders scheiden van slachtoffers. Maar daders en slachtoffers, het is volstrekt onduidelijk geworden. Kijk ook naar Amerika. Die, die, die jongen, dat was trouwens een marinier, die die uh, donkere jongen in die metro, uh, dus um, in een houtgreep hield en die is overleden. Die wordt nu vervolgd voor manslaughter. Uh, terwijl uit het. Ja, uit, uit de getuigenverklaringen toch wel duidelijk wordt dat het, dat het om zelfverdediging ging hier. Dat hebben we ook ja. gezien bij die Karl Ritterhausen. Die heeft toen een paar mensen doodgeschoten op straat in zo'n hele nare uh, uh, Black Lives Matter-achtige. Uh, ja, die werd achtervolgd door twee pedofielen. Ja, nee, maar die, die is vrijgesproken uiteindelijk. Je ja, ja. zag op beeld ook dat hij dus dat hij werd aangevallen door gewapende mensen. Nou ja. Maar ja dus het wordt volledig omgedraaid. Hè? Dus, dus, dus het publiek, de mensen... Zijn niet meer, kunnen er niet meer van op aan... dat zij weten wat, recht, wat het recht... nu ja. daadwerkelijk is. Ze zien natuurlijk ja. dat die jongen... op het spoor wordt gegooid. Nou, dat, niemand, niemand kan daarvan zeggen van... nou, dat zal die dan wel ergens verdiend hebben. Wie, wie, ze, wie, wie zijn die mensen... die dat zeggen? Ja, het, die zijn stik, er ook, het stikt ervan. Ja, die, inmiddels wel. Ja. Waarom? Omdat ze liever dat willen kunnen zeggen... dan dat ze dus... Gewoon hun, hun uh, observatie, hun, hun, hun eigen oordeel daarover vellen. Ze willen dat het past in een politieke mening uiteindelijk. Ja. En dat is de politieke mening is dat we het niet mogen hebben over anti-blank racisme. Maar daar Precies. komen we ook niet uit, want het is niet mogelijk om daar met elkaar debat over te voeren. Dat is ja. onmogelijk. Om... In dit geval wordt de pro politiek geofferd op het hakblok van het. Van ja. het verbod op anti-blank racisme. Ja, ik vind het heel ernstig, Jan, dat onze overheid, en dan met name dan het Openbaar Ministerie in Nederland, niet hier dan over een, uh, een, een beslissing neemt. En, en het, hè, Dat ze dan vergaderen daarover, zeggen, nou, we moeten een persconferentie erover hebben, we moeten mensen oproepen, om uh, hè, dus niet allerlei conclusies te trekken, dat wij het onderzoek gaan doen enzovoort. Hebben ze dat niet gedaan? Hebben ze, is er niemand geweest die heeft gezegd. Ja. Zullen we, zullen, we, zullen we de vervolging zeg maar, en de veroordeling en het tribalisme, wat nu dus op straat gebeurt en, op, op, en online, uh, proberen te, te voorkomen en, en, en zeggen dat wij daar dan zeg maar, achteraan gaan? Of is dat, uh, alweer, is dat, is dat, bestaat dat niet meer? Ik zie alleen maar dat deze jongen dus een mysteriefiguur is. Hij is weg. Dus het, het is een beetje Tiffany Dover-achtig. Zo van: ja, er is een slachtoffer, maar het slachtoffer is er niet. Oh, okay. Maar het zal wel een pedo zijn. Nee. Um, ja, of hij nee. gevlucht is, of gewoon terug naar huis is gegaan, of bang is, of daar heeft niemand enig idee van. Het enige dat ik weet is dat ik nog niks gezien heb van die jongen, nog geen verklaring of wat dan ook. Nee. Um, maar, dat ze, maar dat de oordelen van de, de massamedia en van de pundits gewoon ja. Ja, klaar zijn. Dit, deze jongen is een pedo. En, en, en stel je voor dat hij dus geen pedo is. Dan is hij in de tussentijd aan elkaar geslagen, op de rails geflikkerd en zijn leven is vernietigd omdat hij voor pedo wordt uitgemaakt. Het is zo ingewikkeld. Le leven ja. de Nederlandse rechtsstaat. De NPO heeft dus um, wel of geen trollen. Hoe zit dat nou precies nou, met die trollen ja. dan? Nou, het, het zit als volgt. En het belang is vrij groot. Uh, veel groter dan mensen denken, denk ik. Uh, en goed, duider Shout out to my, my my favorite gay friend on Twitter. Uh, en goed Duider. Die kwam met een, uh, met een tweetje. Tenminste, hij heeft het ook weer van een ander, maar een lijstje zwartjes, grijsjes, als likes bij NPO. En dat was in dat uh, um, dat. Clipje over. Uh, waarin dat VVD. dat zielige VVD-meisje. dat MK Ultra-meisje. Mm. met Jan Paternotte. Dat, en die Embryo-Hermans. Sophie, wet zaten, Sophie, te, Sophie precies. Uh, zaten te verdedigen. Mm. En uh, daaronder bleken dus. alle likes op Twitter. bleken dus te bestaan uit grijsjes. Ik noem dat grijsjes, dat zijn een soort van bots. Dus hele goedkope. fake Twitteraars. fake likes van fake Twitteraars. Mm. Um, en. Uh, nou ja, goed. Dat, dat zie je vaker. Dus uh, er zijn hele grote accounts van, van politici en van, uh, van programma's en omroepen die gewoon uh, opgepompt zijn met fake following en fake uh, likes, ook wel. Maar fake likes is toch eigenlijk wel, is wel erger dan fake following. Uh, kijk, uh, Sigrid Kaag stikt van de fake, fake uh, followers, maar hij heeft niet echt fake likes volgens mij. Maar goed. In de omroep is het nu heel interessant aan het worden, omdat. Uh, dit zijn hele grote accounts vaak. Dus accounts met honderdduizenden volgers. Kalit mm -hmm. uh, en Sophie zelfs uh, een miljoen yeah. volgers. Yeah. En om te beginnen uh, ja, krijgen die dus ongelooflijk weinig tractie op Twitter. Dus um, ja, heel weinig reacties en heel weinig uh, likes. En uh, de. Ja, de reactie op Twitter is vaak van ja, maar mensen die kijken, die zitten niet op Twitter. Mm. En dan denk ik van ja, dat klopt wel, maar als de. Ja, maar niet voor zo'n programma. Precies, als, als, een, als een verhouding ja. voor, voor een NPO-programma is, wat, wat 1,2 miljoen keer op een avond wordt bekeken. Ja. Uh, is van: uh, van ja, uh, er zijn. Uh, drie likes of mm. vier likes of whatever ja. ja dat is toch wel heel vreemd weet je wel zeker weet en, je weet, ja, weet die, de begin begin dagen van de wereld draait door Twitter iedereen ja, na de uitzending over de wereld draait door dat was over tien jaar geleden dat dat deed weet je wel dat weet ik nog heel goed maar even ja. even even de point die 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 uh, de ik weet niet wie, ze dat, wie dat precies aan het doen is maar dus bij op 1 heeft iemand het in zijn hoofd gekregen om die likes op te vullen met fake likes van Slechte kwaliteit. Um, en ja. dus ineens zaten eronder tweets van, mm. uh, van uh, op één NPO zaten ineens uh, ja, 270 likes, 300 likes, 150 likes, whatever. En het was allemaal fake. Het was allemaal van hele slechte kwaliteit fake. Mm -hmm. yeah. Ik heb toen een oproep gedaan aan de aan de staatssecretaris Uslu uh, uh, of is dat de minister? Nou, in ieder geval. Ik heb oproep gedaan van: Goh, u ziet, uh, u ziet zelf ook wel dat dit gewoon. Um, ja, dat dit fraude is. Het, is zelf straf, het kan zelfs strafbaar zijn. Dat is een misleiding. Uh, en vervolgens is, ik denk, Bert Huisjes uh, gewoon uit zijn panty uh, van schrik uh, gevlogen. En die is. Um, excuses gaan aanbieden. Of, nee, niet, niet excuses gaan aanbieden. Die is gaan zeggen: van ja, eh... Uh, uh, dit, uh, ja, we zijn gehackt, weet ja. je wel. Dit... Nou ja, dat kan dus helemaal niet. Want mensen die jou liken... Ja, uh, hoe, hoe, dat, is, dat is net zoals dat jij uh, zegt tegen de detective in de winkel... van, goh, mijn winkelwagentje zit ineens helemaal vol. Ik heb niet betaald, maar mijn winkelwagentje zit vol. <laughs> je, dat is zo'n soort excuus. Ja. ja, ik weet het ook niet hoe dat kan. Dus uh, dat is heel vreemd. Dus, uh, en ze zijn nu ook weg. En nu, zijn, uh, nu is het op één weer terug naar nul likes... ...per uh, programma. Mm. En vandaag bleek dus... Um, ...dat... Um, ...vandaag bleek dus... ...en Sk Skumbagus Maximus kwam daarmee... Uh, ...dat dit dus... ...ook bij Avro Tros ...het account van Avro Tros uh, zo is... ...en ook bij Nieuwsuur trouwens... ...alleen gebruiken die een ander soort trollen. Die gebruiken staatstro staatstrollen. Mm. Maar de tractie is dus gewoon nul... ...van de NPO-programma's... ...en Yinek en zo... ...op Twitter. Nul. Gewoon niet. Bestaat nee, niet. Nee, nee, nee. Nee, het, is, het klopt wel wat ze zeggen, dat mensen kijken, maar niet twitteren. Maar ze, ze vinden er dus ook niks meer van nadien. Ze, vind, ze hebben er geen mening meer over. Ze consumeren het en de, er is, niemand heeft zin om daar nog over te praten of daar überhaupt te liken. Het is eigenlijk gewoon dood. Het is, het is een levenloos uh, uh, gebeuren wat daar op tv plaatsvindt, volgens mij. Toch? Ja, en dat roept enorme vragen op. En daarom zijn ze zo zenuwachtig. Mm -hmm. Want als de NPO. nul tractie heeft. dus niet woede. Uh, of kwaadheid. of whatever, maar gewoon nul, nul tractie. Gewoon geen likes. Dus een, een, een miljoen uh, followers. Mm -hmm. nul likes. of drie likes. of vier likes. Uh, wat zegt dat dan over de kranten? Wat zegt dat dan over de politieke partijen? Mm -hmm. En wat zegt dat dan over de verkiezingen? Yeah. Want wie. Vertegenwoordigt eigenlijk nog wat? Yeah. Of is het allemaal show? Is dit gewoon allemaal show? We zitten we echt gewoon in één grote uh, Truman-show. Zou dat yeah. de reden zijn dat zo'n liedje van, van Jenny Bolink uh, extra grof is? Omdat ze gewoon. En dat bijvoorbeeld die yeah. Marcel van Roosmalen. met die, met die lelijke zoon van, die, uh, van Hanneke Groenteman. nu uh, oh, yeah. dingen gaat overnemen. omdat ze gewoon grofheid nodig hebben mm. en sl uh, slechtheid nodig hebben. Om, om nog iets van reactie. Om dat lijk nog iets. Dat, dat, dat hart nog te ja, laten. Ja, 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 pompen, ja. ja. ja, ja. Liever woede dan helemaal niks. En wat, wat je dus nu ziet. Echt. Uh, sorry voor, voor net voor mijn lange, wat verwarrende verhaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat gewoon al die programma's. gewoon nul likes hebben. En heel weinig interactie. En in. ja, wel heel veel ja. volgers. Ja. Um, uh, en dat ze, ze er ook niets aan doen om dat te veranderen. Het, 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 maar het is ook opgezet om dus dat theater van debat en discussie... te fijnzen. Waardoor er dus echte mensen tevoorschijn komen... zoals wij. Die daar dan op gaan reageren. He, dus wij reageren op... Ja, zo'n zo Van Roosmalen... of uh, een Thijs van der Brink. Of, ik heb niet even, even... of wij die mensen nou wel of niet goed vinden. Maar er komt dan een reactie op. En daarmee wordt dus die reanimatie... leidt dan weer tot even tot een... Uh, tot een hartslag... Dus wij houden, als het ware, die, die hart-longen um, uh, in leven van de, van de Nederlandse publieke omroep. Omdat zij dus onze echte zuurstof nodig hebben om er nog iets van te maken. Het is een reflex. En om onze reflex te krijgen, denk ik. Ja. Uh, en, en nog even over, die, uh, over, over Benny Joling, die dus bij Football Insight. Uh, zingt over... Uh, Poetin is een klootzak. Poetin is een klootzak. Kruisraket in ze reet. En iedereen... Haha, die studio... Nou, goh. Nou, jij durft, Joling. Was al, jij durft. Ja, zegt hij. Want uh, ik vind dat lekker om te schelden en te vloeken op een ouderwetse shuffle. Lekker schelden en vloeken. Precies, zodat je een reactie krijgt daarom. En hetzelfde... Uh, Doet ook die uh, Marsha van Roosmalen en die, uh, die Grijs uh, Groenteman. Die eigenlijk ook de, niet, alle, niet alleen maar lui zijn, maar ook gewoon depressief zijn. Ja, het is allemaal kut, het is allemaal dat. Die, al die mensen daar, en het, is allemaal, het komt allemaal door die boeren en het komt allemaal door die fascisten. En... Deze mensen um, worden, ja, die worden als het ware ingezet om de energie uit ons te trekken, mm -hmm. die wij hen ze geven, omdat ja. wij nog steeds, omdat wij wel gewoon nog steeds het gevoel hebben van goed en slecht, en dit kan niet, en dit kan wel, en zo. Ja. Dus wij zijn continu, het is een soort van, het is continu van kom dan, kom dan, kom dan joh. Hey, dat, mm -hmm. uh, dit, we, we, uh, die schimmelpenning doet het ook, het is gewoon continu, ja. kom dan Benning, kom dan Bergsma, ja. kom dan met je grote bek. Want dan hebben wij weer energie, dan kunnen wij weer een stapje verder. Mm. En, en zo maar dat is natuurlijk geen gangbare weg nee. uh, die lang volhoudt. Het is hetzelfde als dat jij uh, compressions geeft. Op een gegeven moment moet je stoppen, en dan is het nog steeds het lichaam wat je hebt geprobeerd te helpen gewoon dood, weet je wel? En ik heb tot een jaar of drie, vier geleden, denk ik, gedacht van. Weet je, ze gaan voelen dat ze steeds minder kijkers krijgen. Dat mensen niet meer pikken, zeg maar. De, de propaganda niet meer pikken. Uh, ze zullen iets moeten gaan doen. Ze zullen ja, toch misschien wat rechtse elementen moeten gaan inbouwen. Weg van dat wakker en positieve rechts, maar gewoon een serieuze rechtse stem. Maar ze doen het gewoon niet. En ik denk dat ze het niet aandurven. Ze kunnen het niet. Want als, als ze dat doen, dan. Dan brengen ze de realiteit in het theater, zeg maar. En dan moet het hele theaterstuk worden herschreven. Ja, maar Sitsuki, je ziet het toch aan Ongehoord Nederland. Ze laten gewoon één ja. lullig, uh, al zeg ik het zelf, uh, omroepje. Laten ze in een lunchprogramma twee keer een ja, ja, uurtje, ja, ja. ouwe hoeren. En ja. heel lijden is een last. Want ze kunnen, ze kunnen de waarheid niet hebben. De, de, deze mensen kunnen de waarheid niet aan. Dat is gewoon onmogelijk, want dat, dat gooit hun hele systeem in de war. Ja. Dus ze kunnen, ze kunnen programma's van Ongehoord Nederland of programma's van Sven Hulleman of van Jorn Luca of Marjan Zwageman of whatever, of van ons. Dat kunnen ze helemaal niet, kunnen ze helemaal niet handelen of blackbox. Dat is nee. onmogelijk. Dat is nee. gewoon, daarvoor zijn we te ver uit elkaar gedreven. Ja, echt. En de groei zit ja. bij ons hoor. Ja, en zij willen het hoofdprogramma blijven in, het, in de ja. hoofden van mensen. Zij zijn het hoofdprogramma. Zij zijn de film, zeg maar. En, maar steeds meer mensen die willen naar, de willen, willen naar de pauze... waarin het echt gezellig is, weet ja, je wel. Ja, precies. Waarin je wat kan drinken <laughs> een sigaretje kunt roken met Ongehoord Nederland... of inderdaad met alle leuke YouTube-kanalen die er zijn. En daar doen mensen hun... Daar halen mensen hun informatie, daar halen ze hun energie... daar halen ze hun gevoel van uh, samen met anderen, uh, solidair en zo... Maar, maar de NPO, die, ja, die, die wil dat mensen, die zal weer inkomen. Kom nou bij ons zitten. Kom naar Claudia de Breij kijken. Kom nou, kom nou. We hebben daarover gesproken, zo, dat soort programma's. Want ik wilde dus nooit da in, daarin zitten ook. Uh, ik zeg niet nooit, nooit of zo. Ik ben wel eens voor de wereldwijd doorgevraagd, een aantal jaren geleden. Of ik daar dan met Georgina Verbaan kwam zitten discussiëren over Zwarte Piet. Nou, toen zei een vriendin van mij ook al van, nou, je weet toch wat er, wat er dan gaat gebeuren? <laughs> ik bedoel, ja, uh, dan krijg je gewoon een, uh, <clears throat> ja, zoals zij het al noemden, een vuistje. ja, maar je bent onlangs wel, ja. je bent wel wereldwijd ja. uh, gegaan, hè? Je bent ik wel ben gewoon wereld, global. Wel wereldwijd, ja. Nee, ik ben ook wel. Mister zo... global. Welcome to the program, I'm Philip Hampshire. The Dutch government's demand that cattle farmers either sell part of their land or have it taken away from them. Has caused a wave of protest. Let's meet our guests in the studio. We have Louise Manning, who's a professor of sustainable agri-food systems. Meanwhile, in Amsterdam, we have Shine Tash, uh, who is a journalist who writes on Europe, particularly the Netherlands and. Belgium. Meanwhile, we also have Johan Vollenbroek, who is in Nijmegen in the Netherlands. He's chairman of the MOB, an environmental organization that focuses on stimulating biodiversity and combating climate change. And we have Sitske Bershma, who is a lawyer and publicist, who's in Einkhoven in the Netherlands. Thank you very much, everyone, for joining me today. We cannot, This is not sustainable, so we have to change the system. And we do not want the farmers to go out of business. We don't want to yes, farmers you do. to. No, we don't. Because they have to but go is the, the to the this the direct transition. result of what you are doing. No, that's nonsense. The, what don't we are you doing. Exact, why don't you... Did you know? Uh, in the long... I don't think the English people know this. We are currently burning uh, garbage from Rome <laughs> <We> <laughs> with are. all the emissions. So, what... so, what, is so that, what? Is that in urban waste? I'm assuming that's urban waste yeah. power reclamation that you're talking so, about so, there which so, is a type so, of producing power by burning waste from households. Yeah and from and, Rome. And it, the are every, every week trains are coming in with garbage and waste from Rome that we are yeah, so burning what? in Amsterdam So what? And we are and, and we're pointing at the farmers? Excuse me? Johan uh, let's this have let's have a look at um, we've got the, some numbers. The, the... Nah, ik vond uh, I te beginnen vond ik het heel, Moedig dat je het deed, want je zat tegenover een groep... Uh, je was de enige antagonist, zou ik maar zeggen. De rest ja. was toch allemaal wel heel erg op de hand van uh, uh, Johnny Fullpants. Uh, en Johnny ik vind, ik, ik vind uh, Johan Volbroek uh, een heel erg onderschatte man. Uh, hij wint eigenlijk iedere discussie op zijn eigen manier, tot nu toe. Uh, ik vond, uh, zoals ik al zei, bij WNL vond ik hem de bovenliggende partij. Um, hij heeft een hele interessante uh, ja, techniek uh, om discussies te winnen. Met een met soort, ja, soort van lijstjes met feiten en dingen. Dat klopt allemaal niet, maar hij brengt het op een zodanige manier... dat je denkt van, oh ja, nou, zit, zit er wel wat in en zo. Echt? Ja? Maar ik vind dat ja. jij hem een aantal keren goed... Uh, Goed, op een hele nette, vriendelijke manier heb geconfronteerd. Ik denk dat de lach iets is waar hij niet tegen kan. Ik denk dat hij heel goed tegen kwaadheid kan ja, en bozeheid ja, ja, en beschuldigingen. Ja. Maar je hebt hem op een hele mooie manier, uh, ja, een paar keer uh, goed uh, van repliek gediend. Uh, en ik vind ook dat je gewoon uh, de, de winnaar was, in dat. Uh, ik ben natuurlijk een beetje bevoordeeld, maar ja. dat je ook wel, wel de winnaar was van, dit, van deze. Van deze show. En uh, vooral het, uh, het, het rome, uh, het ja, rome het verhaal. Het vuilnis van het uit was... Rome. Ja. ja, daar had hij echt geen antwoord op. En uh, daar moest de, de presentator aan te pas komen om hem bij te staan. Maar hij wint wel, uh, omdat hij. Hij maakt gebruik van. Ik noem dat altijd de, de bullshit-blitzkrieg. Hmm. Dus hij, hij, ja, ja. Be, hij bedelft je. Dus ja. voordat, je, voordat je ja maar kan zeggen. Hmm. Uh, ja, maar dat is niet zo, of misschien ligt het wel anders. Heeft hij alweer iets nieuws neergelegd? Ja, dat je denkt, ja, maar dat klopt ook niet. En dan ben je dat vorige alweer vergeten. En dan ja. ergens daartussen komt hij iets met dat je denkt: oh, dat, is, dat klinkt wel redelijk. En in de tussentijd ja, heeft hij die me, de mensen die luisteren ja. Ja, geïndoctrineerd met allemaal bullshit. Zoals ja. de Nederlandse natuur gaat kaart achteruit en 80% van alle soorten zijn uitgestorven en zo. Ik bedoel, uh, ik kom al uh, 50 jaar in Zeeland. Mm -hmm. uh, toen, wij toen, toen wij daar in het begin kwamen, was een kwartel was nieuws. Nou, tegenwoordig vliegen de vossen en de fazanten en de konijnen en uh, de, de, de roofvogels hier om de oren. Het is gewoon overal waar je kijkt, is wild. Het is, het is ja, gewoon maar... gaslighting wat hij doet. Precies. Dus je hebt geen enkel houvast. Dus je denkt van: het is de bedoeling van wat hij doet, is eigenlijk opgeven. Dus je hebt al geen zin ja. meer eigenlijk om het te snappen. Um, maar dat was dus juist zo knap, want je hebt hem terug ontregeld door hem te, uh, te onderbreken op een hele leuke manier en dus het te hebben over de Rome waar hij niet op voorbereid was. Mm -hmm. dus je hebt, en toen werd hij ook direct boos, hè? dus dat was, dat was heel mm -hmm. grappig uh, om te zien. Ja, hij ging daarna ook meteen weg. Ja. De presentator zei nog, oh, I see that Mr. Volleboek has he left. <laughs> ja. Dus er was, geen, er was geen gezellige nazit, zeg maar. Nee, wat... Maar is een interessant figuur. Die uh, volgens mij wel echt ontmaskerd moet worden door zoveel mogelijk mensen. En wat je inderdaad niet moet doen, is uh, heel boos en gefrustreerd raken als je tegenover hem zit. Al is het in zo'n programma sowieso heel lastig om tegenover iemand te zitten, want je zit gewoon achter je eigen computer. Je hebt niet echt contact met iemand. Dus je moet in, in 60 seconden moet je even kunnen reageren. En dat helpt natuurlijk niet voor de, voor, de echte, voor de discussie. En daar was hij natuurlijk ook helemaal niet in geïnteresseerd verder. Dat was het ook niet. Um, en die presentator was ook erg uh, aan één kant, weet je wel, van uh, we nitrogen dit en we moeten dit doen. Uh, en die premisse wordt natuurlijk niet, op die manier niet, in, wordt niet in twijfel getrokken verder. Oh. Hoezin, denk ik. Misser... Jong Oftewel, gefeliciteerd met de dag van de overwinning. 9 mei. Ja, in de Volkskrant stond een kop met een foto... Uh, Rusland verbergt zich met Remembrance Day achter hun zwakte of zoiets. Zie je hoe dit ook weer een projectie is, Jan? Ja. Het toedekken van de zwakte. Oh ja. Dus daarmee geef je toe, de Volkskrant geeft daarmee toe op de voorpagina, dat het vertoon van Poetin op het Rode Plein, met alle soldaten daarachter en de kinderen die ertussen stonden en de muziek die er werd gespeeld en de sfeer die daar, die daar was. Dat dat er, dat, dat, er, dat, dat, dat dat er sterk uitzag. Het is een heel krachtig vertoon. Maar dat kunnen ze ja. dus niet opschrijven. Ja, zo, heel, zo lees ik, zo lees ik tegenwoordig linkse koppen. Ik heb, de hele, uh, ik heb de hele ceremonie gezien... van ochtends, uh, ochtends half negen af tot het afgelopen was. Het was deze keer kort. Ja, tien minuutjes uh, maar. Nee, veel langer. Het was de, de ja, de speech zelf. Nee, maar de speech zelf was maar tien minuutjes. Maar het, het was... Ik, ik zat met, met mijn billen bij elkaar, want ik zat van ja, god, een drone is er zo doorheen. Uh, maar blijkbaar oh, ja. niet. Het is, het is, het is uh, helemaal droog gebleven qua uh, incidenten. Mm. Mm. Um, ja, wat ik, ik kan er een hele verhandeling over houden. Uh, wat ik het mooiste eraan vond, was dat Poetin het voor elkaar kreeg om de Engelsen uh, en de Amerikanen. Uh, en de Canadezen volgens mij te bedanken voor hun rol in de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe sterk moet je zijn om in de situatie waarin hij zit, mm. uh, de geallieerden gewoon respect te betonen waar respect behoort? Dat is de mor moral high ground, Jan. Dat de moral de... high ground. Hij is dat... in de positie, blijkbaar, om die moral high ground te pakken. En dat kunnen ja. alleen mensen doen die uh, voelen dat de ander hem um, kwijt is. Dus. Dat is inderdaad zo. En verder, wat ik, uh, wat ik heel erg opvallend vond, is de, uh, het ontbreken van de, van de militaire parade. De enige tank die er was, was een Russische T-34. Uh, waarop de hele NAVO en al die andere eikeltjes, uh, D-60 eikeltjes, allemaal begonnen. Ja, Rusland heeft nog maar één tank over. Ze gaan verliezen, weet je wel. <laughs> en, nou, dat was ja. dan... Weet je, jullie begrijpen de Russen niet. De T-34 staat voor de overwinning op de nazi's. Daar reed... We hebben het al eerder als tanks als een monument gehad. We hebben het al eerder over gehad. Daar reed een monument van de overwinning. Ja. Je hebt geen 10.000 monumenten van de overwinning nodig... om te laten zien dat je de nazi's hebt overwonnen... en dat je dat weer opnieuw gaat doen. Mm. Daar was die één tank voor. Ja... Overigens, de Duran heeft het ook niet eens gezien, maar dat was hoe het zit. En hij ziet, uh, hij ziet ook, hij, hij benoemt ook zijn vijanden. En zijn vijand, mm -hmm. dat zijn wij niet. Hij heeft het over de globalistische, hij heeft het gewoon uitgesproken over de globalistische ja. elite. Uh, die, ja. Mm -hmm. die on, ja, volgens mij heeft hij dat niet letterlijk ja. uitgesproken, maar dat heeft hij ja, 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 eerder wel. ooit Toppen gezegd. Wel. Die ons ja. als het ware uh, in gijzeling houdt. Ja. Dus um, dat heeft hij in een eerdere speech gezegd. Maar dat, zijn vijand, dat zijn niet de volkeren van Europa. Eens. Maar dat is, zijn de, de, glo de globalisten. En ja, ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Het is een belangrijk punt wat je nu maakt hoor, vind ik. Uh, dat heeft trouwens Alexander Dugin ook gedaan in zijn boek over de Great Re Reset. Uh, waarin hij ook het westen fileert, zeg maar, maar niet de mensen. Uh, of niet eens per se ook de, de liberalen of het liberalisme zozeer, maar echt de uitwassen daarvan. Hè. Dus uh, de, de elite, de globalisten, die die unipolarity willen en niet erkennen dat er andere nazistaten zijn of überhaupt staten zijn. Die één wereld willen omdat ze, niet, omdat ze de ander, dit is trouwens belangrijk waar we het straks over gaan hebben, ook met Scott Peck, de people of the lie, omdat ze de ander niet meer naast zich verdragen. Dat is de kern, ja. volgens mij, waar we in zitten. De kern van het narcisme van het Westen is dat de ander. En daar, dat maakt niet uit wie die ander is, hè? of je nou in China woont of in Rusland. Of, maar het feit dat je je verzet tegen de grote, de grote meester hè, van het liberalisme, van het globalisme, maakt je al de ander. Dat maakt je de ander, dan moet je vernietigd worden. Dat is wat Alexander Dugin begrijpt. En Dat is wat Poetin inmiddels ook heel goed begrijpt. Dat het niet over hem gaat of over zijn volk. Maar dat het gaat over de ang het angst en beven van een, van een stervend, stervend imperium. Hè, de Verenigde Staten. Die al sinds Vietnam, dat komt ook in het boek voor van Scott Peck. Ja, aan het liegen, aan het bedriegen, aan het doden. Aan het onderdrukken. Aan het democratietje spelen is. En de, de resources zijn inmiddels op. Ze zijn ja. op. Je kunt maar zo lang de, de show uh, draaiende houden, zeg maar. Met alle middelen en mensen. Er zitten zulke grote scheuren in. Uh, ik, ik, je zag ook dat kaartje, toch? Op uh, Twitter van wat Hubert uh, Brekelmans deelde van de VVD. De kaart van de wereld, ja. Jan. Waar ja. je dan ziet welke <laughs> landen zijn nog vrij en welke zijn niet vrij. Ja, 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 ja. En, dan, en dan een beetje vrij. Er waren er drie kleuren. Toen keek ik nog eens goed, dacht ik, oh, wacht eens even. Maar dit zijn alle landen die nog niet onder jullie onder jullie heerschappij vallen. Yes. Ja, precies. <laughs> ja. Kijk, de, vooral dat Hongarije op dat kaartje dan nog geel was. Ertussenin. Dus gewoon een EU-lidstaat. Dat, dat vinden ze dan niet, niet echt vrij. Waarom niet? Omdat Orbán niet transgenders in de, in de klas wil. Dus zij zijn nog ja. niet vrij, Jan. Nou is Brokkelmans wel een ongelooflijke kneus. Wat Echt een kneus. Een kneus is oh dat man, wat een, hij, hij een deelde... nietstechend <laughs> gewoon... Het is, ja. het is gewoon een stok in een pak gewoon. Hij, hij deelde een foto van... de. Wat fijn om eindelijk weer eens leuk college te geven of ja, zo. Weet ja, ik ja, ja. En toen ja. stond hij voor een zaal nee. van allemaal mensen die de andere kant op keken. Nee, dat ging over debatstraining. Ja. Debattraining. Maar iedereen keek de andere kant op. En hij stond bij zo'n aanwijsbord met zo'n Tokje. Dat is heel grappig. Maar, en hij dat had met die, met, die, met die kaart had hij zijn cijfers gewoon fout. Hè? Dat klopte gewoon niet. Ook hij dat klopte Hij had het over 80-20, nee. maar het was 20-80. Ook dat klopte ik. niet. Nee, nee. Joling zit nog steeds in mijn hoofd. Het is zo... Ik doe... Leef ik echt in dit land. Ik vind dat zo erg. Jenny, ik kom nu zo langzamerhand voor een ethisch dilemma te staan. Moeten wij... ...dit soort dingen nog wel behandelen. Want wij helpen hen, als het ware... ...het ja, gif ja. naar ons mierenhol te trekken. Ja. Dus wij, wij reanimeren dus weer... ...dan, dan toch wij, die dat optijden, Wij, pompen zeg op maar. Dat wij, wij ja. staan op dat lijk te pompen... Weet je, ...met ons programmaatje. Ja, ja. ja, want wat hij doet... ...is slechter nog dan de gemiddelde... ...straatmuzikant staat te doen... ...met tien met bieren op... ...en een, uh, een shot. Ik denk dat we het gewoon nu even over... Want dat is ook leuk, een goede shout-out naar Mark van der Vecht. Yeah. Uh, we moeten meer shout-outs doen. Want we moeten meer connectie hebben met mensen die gewoon ons... Zeker. Ja. We gaan een shout-out shout doen naar Mark van der Vecht nu. Want uh, Mark van Vecht, we gaan yo. daar zo anders overheen praten. En dat ja. vinden wij niet oké. Okay. Dat vinden wij niet oké. Okay, want er is zoveel te zeggen en dan vergeet je het. Nee, Mark van der Vecht, die had um, van Ed Vecht Door trouwens, dat is zijn uh, Twitter-naam. Uh, afkomstig weer van het WOP-team is de volgende ja, ontdekking. Overigens, het staat ook allemaal op de internet. Maar je moet er wel uh, toch een beetje naar zoeken natuurlijk. De Pandemic Treaty blijkt slechts één van de zeven pijlers, schrijft Mark van der Vecht. Waarmee via de VN een global government wordt vormgegeven. En die Verenigde Naties presenteren zeven zogenaamde global shocks... waarvan de COVID-pandemie er dus één was. En Nederland blijkt hier een rol in te spelen. Nou, en dan zie je dus inderdaad zo'n grafiekje of een plaatje... noem je dat, van uh, de United Nations... met een Sustainable Development speeltje, dingetje. Hoe heet zo'n cirkeltje? SDG. En er wordt gesproken over global, uh, of complex global shocks... waarvan inderdaad de pandemie er één was... Maar dit is dus helemaal uit de obscuriteit weggehaald en echt gewoon naar het licht, in het licht gezet. Is dus dat er, um, dat er steeds meer vanuit crisis eigenlijk wordt, wordt gedacht. Hè. Dus als er een pandemie is, dan hebben we de Sustainable Development Goals nodig. Maar ook als er een climate event is, of een uh, cyberspace disruption, of major events in outer space, Jan. Ja, of, of een. Of een uh, zwarte zwaan. Een zwarte, een black de... swan event. Ik moest dat opzoeken. <laughs> what is the what the f is in black swan event? Dat is gewoon een heel erg iets. Gewoon een ja. heel erg iets, eigenlijk. Of iets in ouder space. <laughs> ouder space. Dus als, er, als al die andere zes dingen dus uh, <laughs> niet de lading dekken, dan heb je nog de black swan. Dat kan dus gewoon iets heel ergs zijn. Maar het grappige is dat hij dus uh, dit koppelt aan inderdaad de. De pandemic treaty, die er nu is. Dus ze hebben dit nodig. Ze hebben dus verdragen nodig. om om te kunnen gaan met deze scenario's. Die shocks to the system. Grappig ook dat het er zeven zijn, hè? Vind je niet? Net als in de, nee, in de, in de, in de, ja, de Bijbel. Zeven plagen. Zeven plagen in de Bijbel. Wij worden nu geplaagd, dus door deze zeven mogelijke. Uh, in de toekomst, even, evenementen je, in de toekomst. In de toekomst. En dat is heel belangrijk. Want dat is ja. het domein van de Gnostici. Zeker. De toekomst. Ja. daar gaat alles gebeuren en daar zijn nu regels voor nodig. Zijn nu regels In het emergency nodig. plan van ja. mevrouw Joka Brands mm -hmm. uh, en Fiji, uh, het eiland Fiji, die hebben dat voorgesteld en die gaan dat allemaal nu regelen voor de toekomst. Ja. Dat straks als de hemel daar beneden valt en we allemaal een blauwe hoed hebben, mm -hmm. dat zij dan uh, die verf er weer af kunnen wassen. Ja, ze willen een emergency platform voorbereiden, of maken, dus om voorbereid te zijn op toekomstige global shocks, die ik dus net heb genoemd. En dit emergency platform moet automatisch in werking treden bij mogelijke dreigingen die de SDG's of de Agenda 2030 zouden kunnen ondermijnen. En hier wil ik een belangrijk punt maken, dat heb ik ook al op Twitter gezegd trouwens, is dat er dus wordt gedaan, dat zegt Mark van der Vecht niet, maar dat staat letterlijk in die tekst dus van de Verenigde Naties. Dat, um, dat de, de global shocks dus de Sustainable Development Goals kunnen gaan ondermijnen. Hè? Dus er komt een grote ramp. Of er, er komt een komeet mm -hmm. op de aarde af. Hè? Zo moet je dat je een beetje voorstellen. Uh, zo abstract houden ze het, houden ze het overigens ook. Hè? Alien. Dus aliens, uh, virussen, uh, nou, uh, zwarte zwanen. Um, dus, maar die bedreigen dus die, uh, die goals. Die ondermijnen die goals. Maar hier zie je dus de truc hoe ze dus die. Want die emergency platform is onderdeel van die wereldregering. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat. Uh, die, 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 die evenementen ondermijnen uh, die wereldregering niet. of die plannen niet. Uh, het is andersom. Ze hebben die, die plannen nodig om dat platform te maken. Of ze hebben die, die goals nodig. om überhaupt die global shocks aan te kunnen. Om die te kunnen ja, verzinnen, als het ware. Of om ze te kunnen. Urgent te maken, als het ware. Dus dat is natuurlijk wat er aan de hand is. Dus het is omdraaien van de kip, het kip en het ei, als het ware. Die Sustainable Development Goals, die vinden ze belangrijk, uh, omdat dat hun macht geeft. Niet andersom. Ja, en dat is hun resondering geworden. Ja, en, zij, geworden. En, en zij vermengen dat dus met het wereldbelang. Dus mm. het is hun, hun agenda, ja. vermixen zij in een babylonische spraakverwarring yeah. met het wereldbelang, het belang van jou en mij. Maar die, die SDGs zijn niet on, in ons belang, hoor. Dus nee, uh, zeg je, ja, het uh, yeah. yeah. highlights how such such shocks have the potential to undermine progress to achieving the sustainable development goals and 2030 agenda as well as human rights and gender equality. Dus het zijn die gevaren van buitenaf waardoor zij hun plannen moeten versnellen, snap je? Want anders worden ze Anders worden die, ja. gaan we die, die agenda niet meer halen. En, en, en daarom, zijn, daarom zijn mensen als Mark, Vecht, uh, Mark van de Vecht en zijn maatjes zo ontzettend belangrijk. Want mij, Robert Jensen zei dat volgens mij eerder al een keer: van, ze zetten dit soort dingen online ja. uh, om als het ware credibility te hebben. Dus ze zetten het online, maar het wordt 50 keer bekeken mm. of zo, of tien mm. keer bekeken. Of 100 keer bekeken en niet door 5 miljard mensen bekeken die het zouden moeten zien. Ja. En wat ze dan online zetten, en misschien kun je daar, uh, om de mensen weg te jagen, een heel klein stukje van laten zien, is een soort Babylon oh ja. Babylonische spraakverwarring van drie uur, waarin gewoon een gewoon mens niks van begrijpt. Het is allemaal, het zijn allemaal, het is allemaal magie, toverspreuken. And jargon door elkaar heen gemixt. that requests to take the floor or ask questions should be written in the webinar's chat so um, dear friends uh, dear colleagues uh, our today's meeting will be focused on the topic of future generations current decision makers like us should place themselves in the position of future generations to seek for sustainable solutions parliamentarians governments and public institutions need to ensure that their decision making is not compromising needs and interests of future generations we need to develop multilateral solutions for a better tomorrow strengthening global governance and modernize our institutions for bo both present and future so and for this all to do Are the young people really very, very key? Echt bizar. Ik, zou, ik schreef ook aan jou, jij ja, stuurde mij dat door. Van deze mensen leven volgens mij helemaal niet meer, toch? Die weten oh. niet. Ze hebben woorden. Ze, je hoort woorden, je hoort ze het uitspreken. Ze, ze dreunen het op als in een rijtje. No. Maar heel uh, goed gevonden, inderdaad. Het is precies wat jij bedoelt, die verwarring. Hm. Het is eigenlijk een soort van zoals dieren met elkaar communiceren. Bij wijze van spreken met no. geluidjes en met veertjes en met kleurtjes. Um, zo, uh, zo communiceren zij ook door de, de woorden sustainable te gebruiken en safe. And people have to be safe. And uh, protect the future of our generations. Of the people ja. together. Blah, blah, blah. Progression. Hm. Vooruit. Anders staan we stil. Maar het gevaar is dus dat het heel inert en onschuldig overkomt. ja En met in dit soort sessies worden, wordt beslist of er concentratiekampen gebouwd gaan worden voor ongehoorzamen en zo. Weet je wel? Ja. Alleen het, het gebeurt gewoon. Niet met die woorden natuurlijk. Het ge, nee, maar het gebeurt op een zodanige manier dat je denkt: oh, deze eikels. Wat, wat moeten ja. we. We hebben hier iets van te duchten. Ja, dit, zijn dat, SS, ja. dit zijn geen SS'ers. Dit zijn geen SS'ers met mg 42s die ons uh, in de ja. massa, uh, massagraf bij elkaar drijven en ons afschieten. Weet ja. je wel? Nee, maar maar dit, zijn, dit zijn net zulke zware maatregelen bijna. Waar die zij bespreken, van ja, in de toekomst gaat er een ramp gebeuren... en daarom gaan wij nu jullie vrijheid inperken... en nu alles onder de, de noemer van de VN doen. Uh, ik heb mevrouw Joka Brans op Twitter om opheldering gevraagd... maar ze heeft nog niet geantwoord. Waarom niet? Ze zien ons helemaal niet als een, als een gesprekspartner... of iemand waar ze verantwoording aan, als, aan verschuldigd zijn. Of niks, helemaal niet. Maar misschien is dat ook een mooi... Uh, bruggetje naar de people of the lie. Uh, want ja. ik zie deze mensen in deze vergadering, deze Zoom-vergadering, als people of the lie. Uh, waarin ook deze woorden niet zo per se leugens zijn, denk ik. Uh, want dan kun je zeggen, ja, maar wat ze zeggen, zeggen waarover waar, waar liegen ze dan precies? Wat, wat ze doen is niet per se uh, liegen of zo. Of woorden gebruiken die onwaar zijn of die uh, iets ontkennen. Of... Maar. Het is meer het verhullen van de waarheid, denk ik. Ze zijn chameleons met hun sustainable veertjes en kleurtjes. En dat is ook de, de functie van die hele regenboogvlag, natuurlijk. Is ook om kleurtjes op te zetten, um, zoals vogels dat doen. Uh, en hun omgeving af te leiden. Maar dus ze verhullen de waarheid over wat ze aan het doen zijn. Ze zijn de people of the lie. En dat zijn heel veel mensen nu, denk ik. Ik denk dat het misschien in de geschiedenis van de wereld nog nooit zoveel waren. En ze zijn heel erg in groepen nu natuurlijk samengebracht. Ge of gegaan. Dat is natuurlijk uiteindelijk vrijwillig. En... en je kunt natuurlijk iemand als Bill Gates eruit halen. Hè? Of een uh, Klaus Schwab of een Ursula von der Leyen. Andere mensen. Een Frans Timmermans vind ik een person of the lie. Het hele, hele, politi hele he politieke mediacomplex is zo langzamerhand Ja, yeah, de lying a, industrial complex. The like. lying, laten we dat, dat begrip yeah. introduceren. The lying, in the, the, the lying industrial complex. Dat yeah. is heel goed. Yeah. Um, misschien is het goed om het boek even te introduceren. People of the Lie. The Hope for Healing Human Evil. By M. Scott Peck. The author of The Road Less Traveled. Boek 1. Toward a Psychology of Evil. Dr. Peck. This is a dangerous book. I have written it because I believe it is needed. I believe its overall effect will be healing. But I have also written it with trepidation. It has potential for harm. It will cause some readers pain. Worse, some may misuse its information to harm others. I plead with you to handle it with care. One meaning of care is love. Be gentle and loving with yourself if you find what is written causing you pain. And please be gentle and loving with those neighbors you may come to understand as evil. Be careful, full of care. Uh, deze man die schetst aan, naar aanleiding van um, een stuk of 8, 9 uh, psychiatrische casus... Uh, de, 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 de duivel en de slechtheid uh, in de mens. Mhm. Mm en um, wat, waarom dit boek zo ongelooflijk interessant is om te lezen, is omdat je het één op één kan vertalen uh, naar wat nu in de openbaarheid is. Wat toen nog best wel een uh, soort van uh, avant-garde denken was, zien we nu uh, ieder moment voor onze ogen gebeuren wat hij bes beschrijft. Mm -hmm. uh, dus daarom is het heel goed om dat, boek, uh, om dat boek tot je te nemen. En hij schetst eigenlijk een heel beeld van, van evil... zoals dat binnen de psychiatrie uh, kenbaar is, zeg maar. Maar dus ook kritiek op hoe daarmee om wordt gegaan. Hij zegt, ja. evil is eigenlijk... Een, hij zegt, het is een mental illness. Hè? Ja. Zo, wil, zo wil hij dat dus zien. Maar hij zegt, er is een probleem met acceptatie daarvan. En, um, en ik denk dat heel veel mensen zich daar zich daar iets bij kunnen voorstellen. Als je te, de, want het is ook gewoon in Nederland zo. Als je het hebt over... Sorry, ik zit niet helemaal lekker. Als je het hebt over het kwaad of over evil... dan heeft dat meteen een, een beetje een religieuze connotatie. Hè? Dan denken mensen van... Ja, wat bedoel je dan? Hè? Het kwaad, nou ja, zeg of zo. Of de duivel of überhaupt. Als je het over Satan hebt... Nou, dan word je toch een beetje raar aangekeken. Oh, nee, dat heeft natuurlijk te maken met heel veel onwetendheid daarover. En dat snap ik ook. En ook angst daarvoor. Maar binnen de wetenschap, hè, dus binnen de psychiatrie, is dat nog veel erger. Want daar kun je dus gewoon niet over het kwaad spreken als een, als een spiritueel iets, als een, als een geest, als iets waardoor mensen, waar mensen door bevangen kunnen raken, waar mensen niet van af kunnen komen, als een ziekte, als een, iets wat ze overheerst. Maar het wordt gezien als iets waar je voor behandeld kunt worden of zo. Of dan ligt het ergens aan. Of misschien ben je wel mishandeld vroeger, of misschien heb je wel een trauma, snap je? Maar het kwaad als iets wat goede mensen kan overkomen, als iets wat waar, je in, waar je toe verleid kan worden, dat is niet geaccepteerd in onze moderne samenleving. Nog steeds niet. En dat heeft een aantal redenen. En de eerste reden heb ik eigenlijk al genoemd, omdat het dus wordt geassocieerd met iets christelijks, als een te groot concept, als iets waar je. Geen bewijzen voor, de, voor hebt. Hè? Dat moet natuurlijk in, in, in de moderne wereld. Dus er wordt het afgedaan als, als iets van. Nou ja, dat, dat is een zweverig iets. Maar ook, zegt Scott Peck, omdat het iets is wat natuurlijk de psychopaten, de narcisten, de mensen of the lie, de kwaadaardigen onder ons, natuurlijk ook helemaal niet willen uh, onderdeel willen maken van. Onze kennis en ons bewustzijn. Omdat de people of the lie ten, in de eerste plaats het idee van het slechte moeten wegmaken uit ons uh, bewustzijn en uit ons, uit, uit, uit ons gezichtsveld, beter nog. He, daarom is ook alles uh, vaak een. Daarom is dat deugen ook zo groot geworden. He? Dus, het, het, het slechte van deze tijd is altijd verpakt in heel veel goeds zodat we nooit denken aan het kwaad als we het, met, als we het over het kwaad hebben. Dan denken we natuurlijk wel aan de mensen in de gevangenis die iemand hebben vermoord. Maar we denken nooit aan de stille bureaucraat die achter zijn bureautje... en in gesprekjes met andere, met andere uh, psychopaatjes en narcisten bedenken hoe ze de mensen kunnen misleiden. Uh, dus zodat we daar niet aan denken, want die zijn goede dingen aan het doen voor de mensen. Ze dus zitten voortdurend, zijn ze een... Een mooi stukje aan het opvoeren. Dat zijn de people of the lie, zegt hij. En die zijn in groepen nog veel gevaarlijker dan individueel. Ja, dat blijkt dus uit My Lai, wat, wat hij als voorbeeld ja. gebruikt ja. in Vietnam. Waarin dus inderdaad uh, um, ja, gewoon uh, een hele uh, heel bataljon of een heel peloton, een paar pelotons soldaten als het ware uh, uh, heel ja, evil worden. Ja. Zonder dat ze het zelf doorhebben. Uh, onder druk en onder indoctrinatie en door onduidelijkheid... worden ze zelf evil en ze hebben het niet eens door. Ja. Um, dus het is een heel interessant boek. Heel interessant boek. En waarom is dit belangrijk? Waarom hebben we het hierover? Ik, ik, ja, ik denk dat ik het zo wel kan stellen. Ik denk dat door mijn kennis hiervan... En ik zal niet zeggen dat het begonnen is met het boek van Scott Peck, maar met, met heel veel meer onderzoek naar dit fenomeen. Dus naar uh, persoonlijkheidstoornissen, naar narcisme, psychopathie, heel veel over gelezen. Dit boek is, kwam ook echt wel uh, als een, een van de, de belangrijkste voor mij. Um, bleek een van de belangrijkste voor mij te zijn geweest. Maar als je begint met dit begrijpen over mensen, dan snap je. Ook veel beter wat in de politiek gebeurt. Dan snap je veel beter. wat zeg maar, de krachten zijn die nu op dit moment spelen. Um, en kun je het goede, gek genoeg, ook beter zien. Dat zegt uh, Scott Peck ook. Hè? Dus het bestaan van dit kwaad bevestigt ook het goede wat er is. En dat je het, het slechte ook alleen maar kan bestrijden door het goede. Hè? Dus door liefde, door verbinding, door mooie dingen, door schoonheid. Dat dat het, het enige is wat deze mensen op afstand kan houden. Uh, waardoor ze niet kunnen winnen, waardoor het kwaad niet wint. Het kwaad, zegt hij, wil, is erop uit om te winnen. En ik denk dat we ons dat echt moeten realiseren. Dat dat, dat, dat niet iets, iets is wat rondwaart. En een soort van uh, z, z, zich ver, een soort van plezier, put uit mensen pijn doen. Wat ook wel zo is hoor. Maar het is er ook op uit om te groeien en om te winnen. Ja? Maar het kan alleen maar winnen door, dus door andere mensen erbij te halen en te groeien als groep. En daarom is massa ook zo ongelooflijk gevaarlijk. Maar goed, dus dit, was voor, dit heeft voor mij, een jaar of tien geleden, denk ik, gewoon enorm veel ver, verduidelijkt over mensen, mensen, de menselijke aard. Dus niet, ik ben dus niet mensen allemaal gaan zien als, als psychopaten. Die, uh, 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 dat ik, dat, dat, dat ik, zeg maar, die speciale uh, uh, gaven heb om dat allemaal te zien. Helemaal niet zelfs. Maar dat ik wel. Het, het, zeg maar de slechtheid van de goede mensen kan zien ook. Um, um, en ook in mezelf. Hoe, hoe, hoe makkelijk het is om te kiezen voor veiligheid en zekerheid. En meegaan en niemand willen kwetsen. En laat ik dan maar ook, weet je wel. En dat, dat het slechte daarmee begint. En dat het heel moeilijk is om daarvan terug te komen. Dat is wel wat ik volgens mij heb geleerd toen. En dat hebben we natuurlijk in de, in de afgelopen jaren natuurlijk heel, heel erg gezien bij mensen. Die zijn gewoon voor de veiligheid achter het narratief aangelopen. En hebben gewoon alles gedaan wat er van hun gevraagd werd. En zijn daarmee ook people of the lie geworden. Zijn kernthema's zijn, 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 zijn uh, narcisme en luiheid. Ja. ja. En uh, ja, dat hebben we de afgelopen jaren, dat, daar hebben we heel wat van gezien. Van luiheid ja, en narcisme. luiheid. Echt hè? En lafheid zou ik er aan toe willen voegen. Goed. Lafheid. Want, want he, eigenlijk, ik ben het namelijk niet helemaal met jou eens... dat je de eerste gedeelte van het boek moet overslaan. Want het gaat erover dat iemand ja, okay, een, een, een die deal niet. maakt met de duivel... daarbij zijn e eigen zoon zelfs op het spel zet... Mm -hmm. uh, om maar van een bepaald probleem af te zijn. Ja. En die wordt voor de poorten van de hel door Scott Peck weggetrokken... Uh, door hem erop te wijzen dat het een ongelooflijke, luie, laffe zak is. En dat hij gewoon moet, man, dat hij dus een man moet worden. En dat hij nooit meer zoiets moet doen. En deze man wordt dan ook genezen. Dus ik zou gewoon het hele boek lezen. Het is maar 4,5 uur. Gewoon doen. Ja, jij zegt hij, hij trekt hem weg voor de poorten van de hel. Dan is het een, waarschijnlijk een hele goede psychiater geweest. Maar die ook begrijpt wat er aan de hand is. Maar ik, ik, zie jij mensen die nu om ons heen nog worden weggetrokken... bij de poorten van de hel? Door, ja. door anderen? Ja, ja hoor, ja, dat zie ik. Dat zie ik. Uh, zeker. Want anders dan zou de hele, het, de hele aandacht voor het, voor het alternatieve geluid niet groeien. Uh, de andere krant groeit. Gezond verstand groeit. Ja. Uh, Flavio en zijn. Uh, zijn er, is, ja, groe groeit. Mm -hmm. Alles groeit. Mensen. Ik denk juist dat er enorme sprake is van een enorme awakening. En een enorme interesse voor het goede. Het goede is heel lang van ondergeschikt belang geweest. En van mm -hmm. een soort van. Ja, dat is gewoon zo. Weet je wel. We leven in een goede wereld en alles. is yeah. prima en er is niks aan de hand. Ik denk dat er heel veel mensen. Heel veel mensen gaan twijfelen en langzamerhand wakker worden uit een, uit een hele nare droom. En ik denk dat die COVID-tijd daar een hele grote rol in gespeeld heeft. Mm -hmm. uh, dus ik, nee, ik, ik zie wel degelijk steeds grotere uh, interesse in het goede en het onderscheid tussen goed en kwaad. Ja, ja. Ja. Vaak vertaald naar ja. christendom, overigens. Maar goed. Uh, ja, nee, je hoort ook ook wel, ja, je hoort ook wel berichten dat meer jongeren dus naar de, naar, niet per se naar de kerk gaan, maar dat die christelijk worden nu. Jongeren, hè? Nou ja, dat was in mijn jeugd niet zo hoor. Toen ik nee. twintig was. Dan was het nog de grote, de grote leegloop. Haha, daar zijn we gelukkig vanaf. Hè? Ja. Omdat uh, dat, dat gedoe en dat CDA en zo. Nee hoor, doe ons maar lekker gewoon. Het liberalisme, vrijheid, blijheid en individualisme en geluk. En, en uh, lekker op wereldreis en zo. Dat was de dat was, dat was, dat, jaren negentig. Dat was de toekomst. Alles zou, alles zou beter worden en, en, goed, en alles zou goed komen. Ja, nou, dat is dus niet helemaal gelukt. Ik vind het heel, heel triest hoor. Dat, dat jongeren in, in deze tijd moeten opgroeien. Echt heel erg triest. Maar ze hebben dus die keuze nog wel. En, en misschien meer dan wij hadden uh, ja, voor het jongeren... goede of het kwade. Ja, maar maar, 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 maar Sitske, je moet de jongeren niet onderschatten. Nee, want, nee. nee. Wat, want ook dat is allemaal fake. Wat daar allemaal voor de camera's wordt getrokken. Uh, is ja. allemaal fringe. En whatever. Als ik bij mijn dochter op school. Uh, als ik luister hoe die kinderen met elkaar omgaan. Mm. Wat voor grappen er gemaakt worden. En dat ze gewoon roddel, roddelpraat geweldig vinden. En dat ze lol maken. En ja, dat ja. ze foute grappen maken. En nee, het is. Ook dat is gewoon een, 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 een lachspiegel van de publieke omroep. En. En influencers en zo. Het is lang ja. niet allemaal. Uh, slecht. Het, het probleem is voor hen dat ze terug moeten, bijvoorbeeld als het gaat om muziek, dat ze terug moeten naar de jaren 80 en 90 en 70 mm. om nog een beetje integriteit in muziek te kunnen vinden. Overigens ook allemaal Tevstok en zo. Maar goed, in ieder geval niet dat hele smerige satanistische van een Kendrick Lamar of zo. Dus ik bedoel, uh, um, ze moeten echt ver terug om iets te vinden wat nog iets van substantie heeft, weet je wel? Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat is veel hipper dan je denkt hoor. Oh, uh, yeah? Boston en Queen en de uh, Eagles. And, uh, oh, cool. Da, 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 alleen dat zijn een beetje de, de, de hippe De scholieren die daar naartoe gaan, weet je wel? Ja. Maar dus hun, het aanbod is enorm verschaald. Maar de geest in de jeugd is nog steeds hetzelfde. Die willen nog steeds gewoon. Juist in op opstand komen tegen Paarse Vrijdag. En ja, ja. Uh, dat hele trennie gedoe en zo. Daar dat, dat kotsen zij ook van. Wat goed, om te, wat goed om te horen dit. Ik heb zelf oh, nog absoluut. geen tieners. Dus... Absoluut. Nee, dus, dat, dat geloof ik ook. Ik zou ook verbaasd zijn als dit nog jaren zo op die manier zou gaan. Dat ze, dat, dat, dat ze na uh, zes jaar jeugdjournaal op de lagere school... nooit eens een keer denken van... wat is er nog meer te kopen in de wereld? Natuurlijk, uh, ik, ik zou het niet anders verwachten... Maar je maakt je wel eens zorgen omdat natuurlijk die transgender agenda zo enorm wordt gepusht. Ja. En ik zag weer een, een heel rapport van de overheid, Rijksoverheid over de, de patient's journey. waar jongeren zich op moeten begeven om naar non binair te, te gaan. Ja. Als een soort. Ja, maar ze maken, op... ze maken veel meer slachtoffers. Maar het ja. zijn allemaal mensen die toch al in de war waren, ja, ja. in paniek mm. waren. Het is heel tragisch, want ze halen ja. hun. Ze halen hun slachtoffers bij de, bij de meest kwetsbaren. Deze fucking duivels. Echt? Het, is echt? het zijn zulke vieze smeerlappen. Mm. Maar goed, de, 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 de mensen die gewoon. De, de kinderen die gewoon een beetje normaal. Uh, ja, normaal is ook weer zo onaardig. Maar gewoon die. Die gewoon nog energie hebben. Die gewoon vrolijk. Die zijn net zo vrolijk als tien, vijftien jaar geleden, twintig jaar geleden. Mm. Die zijn net zo opstandig. Net zo lollig. Die maken super grappen. Uh, het koor, hè? Uh, zijn ze nu vier, vijf jaar actief bezig om dat te slopen? Weet je wel, elke ja. keer. Die kat heeft weer een kat, kat, vind die kat heeft weer een kat uit het raam gegooid? Of uh, gewoon in. Uh, weet je wel, dus het is dus elke keer. Maar als je ziet wat de aanmeldcijfers zijn voor de corpora, mm. ja, dat is gigantisch. Dat is gewoon, dat is geëxplodeerd. Kinderen hunkeren. Naar yeah. lol en met elkaar plezier maken en bier drinken. En de stanaal katje lam uh, in de touwen te hangen. En, en vooral heel veel seks. Hè? Dat is een beetje jammer, want ik, voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik heb dochters. Maar uh, heel veel seks en heel veel lol maken. Heel veel uh, pret maken. Het is echt, de jeugd van de jeugd is echt niet bezig met, uh, met tranny en met... Met klimaat en zo. Dat is allemaal gekocht. Dat is allemaal Soros. Mm -hmm. Het zijn allemaal honderd man die net doen alsof ze honderdduizend man zijn. Buiten het oog van ouders en autoriteiten. Feest is ongelooflijk belangrijk om volwassen te worden. Ja. ja dat is dan is dat soort van die patte. Hoe heet het? Die rieten passage. Ja. Die, die je gewoon nodig hebt vanaf een jaar of 15 tot je 25 Die overgang naar volwassenheid. Buiten. De, dus buiten die, autorit die blik van die autoriteit. En die, die autoriteit. Is ook gewoon die transgender agenda. Dat voelen jongeren natuurlijk ook aan. Dat het helemaal niet organiek is. Dat het helemaal niet spontaan is opgekomen. Dat het helemaal niet re ja. rebels is of zo. Wij onderschatten het hun... die lijn. Ik denk precies. Ik denk dat jongeren heel goed aanvoelen wat, 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 wat hun opgedrongen wordt. En wat ze zelf mogen bedenken. Nee, we hebben het gehad over uh, de, 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 de total fakery. Uh, van de publieke omroep. Denk je nou werkelijk dat er nog één tiener is? die Naar de NPO kijkt of luistert. Nee. Die, die kijken TikTok. Die kijken TikTok en dan heet het niks. En dan kijken ze. Ja, maar, ja, maar appje op TikTok. En dan op... kijken ze. Doen heel de hele tijd niks. En Dan kijken ze YouTube. Ja, maar op TikTok zitten ook al die influencers die ook allemaal betaald ja. zijn door. Ja, dat, uh, weet dat, ik dat, veel wat. Dat, dat, het verplaatst zich toch gewoon daar naartoe dan? Ik ja, zie, ik zie maar ook wel eens zit... dingen op TikTok. Ik denk van nou, uh, weet niet hoor. Ja, natuurlijk. Nee, maar het is allemaal. Dat is wel waar. Maar de andere kant zie je daar ook gewoon. Ja, okay. dus daar zie je ook heel veel cynische dingen en heel veel lollige dingen en zo wat ze dan bijvoorbeeld in, in YouTube, op YouTube dan weer vertelt naar nou bijvoorbeeld een programma als daar zijn ze dol op dat, ja, dat, 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 ja. dat ik dat ik uh, Jan Roos kijk ken dat vinden mm -hmm. ze echt dat vinden mijn kinderen iets mm -hmm. dat vinden ze echt een ding dat vinden ze echt gaait ja? en weet je wel dat ik, dat ik ministers ken en uh, en alle andere, of kenden, maar dat, wil ik, maar... dat wil ik wel eens aan Jan vragen. dan. Ik wil wel eens aan Jan vragen. Van, wat, wie, is jou, wie, wie, wie is jouw publiek inderdaad? Waar, wat is de, waar bestaan die uit? Het is het enige programma dat ja. ik samen met mijn dochter kijk. Ja. Van 14. Vindt ja, ze ik, geweldig. Ik, ja, ik vind mijn uh, zoon nog te jong. Maar anders zou ik het ook kijken met hem. Ja. Ik vind 12 nog wat te jong voor praten Of ja. ben ik nu heel. Uh, ben ik nee, nu, 12, is, 12 is wat te jong. Wel ja. eens jong, hè? Ja. Dus, ja. Uh, maar zeker, ja, ja. Nou, 14 moet net kunnen, vind ik. Ja, zoiets. En ja. trouwens, je, je, je verbiedt ze, je kunt ze verbieden wat je wil, maar zit op, gewoon dan gaan ze op hun eigen kamer kijken. Dus boeien het, verder. Het. Yes, die, die gasten doen toch wat ze zelf willen, joh. Net zoals wij vroeger. Tenminste, ik wel. Mm, ik ook. Speaking for myself. <laughs> wat deed ik vroeger? Ik ja? was echt extreem raar. Ja? Extreem raar. Extreem gevaarlijk. Of drugsgebruik, of heb ik allemaal niet, heb ik allemaal niet gedaan? Ik wel hoor. Ik zat ik serieus. Ik heb, op, ik heb op festivals gestaan. Want festivals zijn het trouwens echt gewoon de helpaarde. Dat dat daar, daar moet je gewoon niet heen gaan, vind ik. Als je jong bent. Zeker niet als een jonge vrouw. Dan heb je daar een vrees aan te zoeken. Maar uh, ik stond daar gewoon met, bier, met een biertje. Terwijl iedereen dan pillen nam en zo. Dat, pillen ja. ben ik altijd vanaf gebleven. Die heb ik nooit ja. vertrouwd. Pillen dat heb uh, ik nooit gedaan. Het is een soort intuïtie of zo: dat, dat moet ik niet doen. Nee. Ik heb het later wel eens een keer gedaan. En toen dacht ik: oh ja. Nou snap ik wel maar ik het nooit heb gedaan. Een ja. beetje, beetje blauwer dat uh, deed ik vanaf mijn vijftiende. Ja? Oh nee, daar hou ik ook helemaal niet van. Ik word er heel paranoia van en, en, en raar en angstig. Ja, maar wij deden het gewoon dan toch. Oh ja, ja precies, ja. ja. ja die paranoia die neem je ja. gewoon te koop toe dan. Ja, precies. Oh, maar, ja. God. Nee, ik lag gewoon uh, op, op mijn zestiende, zo lag ik uh, op de Beekse feesten... Uh, Ah. Met allemaal meisjes in, in zo'n, uh, weet ik veel, in het gras uh, te slapen. En volkomen stoont. Maar ik, daar gaan we nog eens een keer over hebben. Maar, ah, nee, ja. Ik heb wel een rare, ik heb wel een rare jeugd gehad, zal ik maar zeggen. De vorige eeuw. Hè, dat mogen we allemaal daar uh, achterlaten. Ja. Er zijn geen bewijzen meer van, dus... Uh... Nee, ik heb nog <laughs> een paar foto's, maar... Ja. Wat zullen ja. we doen? Wil je ja, nog een gedicht? Op... Ik heb er net een Ik wil ik wel ik moet even plassen dan pak even een kopje thee. Ja, oké. Okay. <laughs> Jij gaat nu even, oerend hard even een gedichtje nog uh, voor ons lezen. Ja, misschien is het niks. Ik heb het net geschreven. Oh, het is van jezelf. Van mezelf. Wil je iets van een ander lezen? Kan ook, nee, hoor. natuurlijk niet. Ik heb ook iets van een ander staan. Van Robert Frost. Nee, dat wil even van jou. The, the Road Less Chosen ofzo. The Road Not Taken. Maar goed, die doen we wel een ander keertje. Oké. Okay. Ja. Nou, dit gedicht heb ik net geschreven. Ik, ik heb het uh, nog maar één keer gelezen. Um, ik ga het nu even voordragen er staat in mijn nieuwe boekje De Sintelende Dwarrel wat nog niet is uitgegeven, maar wel binnenkort Onzinkbaar Wat begon met ilgekras, waarna de zee zich leegde in onze ruimen is nu een kolkende woestijn van duizend dolgedraaide duimen de enkeling die wakker was telde steeds de reddingsboten schudde geliefde uit hun dromen we liggen niet meer waterpas. Maar zo'n vaart zal het niet lopen. Steeds hoger tegen het dek. Om natte voeten te voorkomen. De gesmoorde kreten niet te horen. Van wat al onder water was. De steven kn knakt. De schoorsteen valt. We bestijgen het uitdrijvende karkas. We be bewonderen nu de aandrijfas. Het koper van de schroeven. De laatste grijze vette rook. Gesis van de motoren. Een laatste kreet. Zout water mengt met dove kolen. Kom bij ons in het reddingsbootje. Ja, heel gezellig reddingsbootje. is altijd koffie. Ja. En thee. <laughs> en thee. Inderdaad. Zeker weten. Wauw, ja, mooi. Die is zomaar even heel vers uit uh, van de pers. Ja, deze kakelvers. Kakelvers, dat zijn de allerbeste. Hè? En pas als je hem opleest, weet je of het iets is. Wat goed dat jij ook nog lekker schrijft tussen de uitzendingen door. Ik doe dat veel te weinig. Ja. The People of the Life van Scott Pack. Ga dat lezen of eigenlijk luisteren. Het audio. Boek op uh, YouTube is echt heel goed ingesproken. Dus daar uh, kun je gewoon een uur of vier even lekker ontspannen naar luisteren. Terwijl je misschien een hond uitlaat of iets anders aan het doen bent. En je steekt er echt wat van op. Uh, het zet echt je hoofd uh, aan. En je denkt echt goed na over deze onderwerpen. Um, dus doe dat vooral. En we hebben voor de volgende keer natuurlijk wel weer een ander ander mooi boekwerk of, een, of misschien wel een film. Daar gaan we nog even naar kijken. En wij zijn er volgende week weer. Uh, begin van de week, denk ik. Uh, dus houd dat in de gaten. Uh, uh, ja, abonneer je dus ook op het kanaal en klik dat uh, belletje aan. Want dan krijg je ook een notificatie op het moment dat wij uh, de video uploaden. Dus dan ben je er ook op tijd bij als die live gaat. We uh, willen hem ook binnenkort echt live gaan doen. Hè? Dus echt, echt live. Dus echt op de minuut. Misschien al wel volgende week. Volgende week. Uh, ik zit deze maand in een verhuizing. Dus voor mij is het niet heel handig om allerlei nieuwe dingen nu te gaan uitproberen. Maar we, we hebben het erover en we gaan het zeker binnenkort doen. Uh, dus al, om al die plannen die we hebben dus om dingen te verbeteren en misschien ook gasten straks uit te gaan nodigen en andere dingen te gaan doen doneer dus ook, want dan kunnen we ook verder en groter denken en uh, ja Toekomstbestendig maken van het bakkie vinden wij heel belangrijk. Dus hieronder kan dat via Why Donate. of uh, wat we helemaal leuk vinden, is een petje af. Dan geef je 5 euro per maand bijvoorbeeld, of iets meer. En dan kun je Buddy worden, beest of baas. Volgens mij is dat andere volgorde. Baas of beest. Um, en heel erg veel dank aan iedereen die dat uh, de afgelopen dagen heeft gedaan. Wij zien al jullie namen en jullie reacties ook. En dat, uh, ja, we vinden het hartverwarmend dat jullie ons op die manier willen steunen. Dus dank daarvoor. En uh, vergeet ook niet te, te delen dus, uh, in de familie -app groepjes Of uh, op Twitter, Facebook en al die plekken waar wij misschien niet eens meer komen. Uh, op social media, waar we nog niet... Uh, oh ja, Facebook. Um, dat bestaat, Facebook. Schijnt, schijnt ook nog te bestaan, Jan. Ik wist het ook niet. En we proberen voor jullie natuurlijk de leukste onderwerpen eruit te halen. Maar jullie mogen ook altijd tips doorgeven. Van uh, dit is echt iets waar we waar wij allemaal mee bezig zijn. En jullie hebben het er nooit over. Dan gaan we daar gewoon naar kijken. Of dat iets is voor ons. Ja, en uh, wij zien jullie heel snel weer. Een heel fijn weekend. En uh, volgens mij wordt het heel mooi weer. Dus ga lekker naar buiten en geniet Super. ervan. He? Ja, ik wil nog even zeggen: we komen niet, ik kom niet altijd terug op de, mail, op de mails en de DM's die ik krijg. Wel natuurlijk even bedanken of zo, maar ik kom niet altijd in de uitzending op terug. Maar heel vaak neem ik dit soort mee, dingen mee ja. in het dossier. Ik kreeg net, kreeg net ook weer een brief. Hartstikke interessant over de Kroning. Ik neem het allemaal mee in mijn hoofd, ik sla het op en ik neem het. Ik kom het een keer terug, maar niet per omgaande vraag. De dus zon komt hier een lekker binnen, dus we gaan ook lekker uh, het weekend in en wij zien elkaar heel snel hier weer bij Bakkie met Benink nummer 18. Dus tot dan en heel fijn weekend. Ciao. Dat is wat dan je. Ja. Twee uur later. Ik zei een Wee. uur. Ik Kijk, zei een, een uur. uur. Die was in de oude Oh, dat dollar. Ja, maar, maar echt waar. Ja, maar ik maakte die bakjes. Ik deed vroeger in mijn eentje pakken. Ik zat ik een uur. En dat was ook echt een uur dan. Hè. Dan, hield ik gewoon, dan hield ik gewoon mijn wafel. hebben. Ja. Nou, dat is het volgens mij. Wij, wij, wij willen allebei gewoon een uur praten.